Kijk, die hebben ze alleen in Amsterdam. Kijk eens. Alsjeblieft. En wat ik zo bijzonder vind van deze dag en van de samenwerking tussen de ondernemers en de markt en de hallen, is dat ze op deze manier laten zien, juist op deze dag, urendag, dat ze niet alleen maar de internationale uitstraling willen hebben, dat ze echt midden in hun buurt staan met de buurtbewoners dit samen organiseren. Dat we met de buren iets samen organiseren, winkeliers met elkaar samen iets organiseren en dat we de buurt in de picture zetten, onze straatnaam. Wat vindt u van het Halleluja Festival? Erg gezellig. Leuk dat de hele buurt meedoet. Hartstikke leuk en ik vind dat ze heel erg bochten met het weer. He, wat ik belangrijk vond is dat het niet beperkt bleef bij de Kinkerstraat, maar ik vind het heel fijn dat de Jan-Pieter Heijenstraat, de Bilderdijkstraat, de Klerkstraat en in de Halle zeg maar apart ook iets plaatsvindt. Dat vind ik heel leuk en ik denk dat het een stap in de goede richting is. Het is leuk om creatief bezig te zijn en met elkaar te praten, zodat je elkaar dit kent. Bij slowbiking is het de bedoeling dat je zo langzaam mogelijk fietst. Oh shoot. Het is de enige wedstrijd in Nederland waar je wint als je als laatste over de finish komt. Lay down. Als je dreigt te vallen, dan moet je gewoon even fietsen, hè? Anders val je om. Want, dat is een tip van mama, want mama gaat heel goed. Ja, maar ze is... Als... Ja hoor, 29 seconden. Oh, hoe heet je? Marieke, 29 seconden. Fantastisch. Wauw. Mijn winkel bestaat nu bijna 11 jaar en het is gewoon voor het eerst dat we gezamenlijk met alle winkelstraten zoiets hebben. Dus ik vind het heel fijn. Je ziet de mensen die hier langskomen, fietsen, rijden, in de tram zitten, kijken toch van wat gebeurt hier, wat is hier aan de hand. En dat is hartstikke leuk. Halleluja, ach, die jockey draait hem de hele dag van halleluja, sing your song. Dus het is vrolijk en daar moet je gewoon aan denken. Ik denk dat we het heel langzaam moeten gaan uitbreiden naar misschien 2 dagen. Kleine stapjes naar misschien wel een hele week, een soort Oerol festival, maar dan in West. Waarin allerlei verschillende theatervoorstellingen zullen zijn, muziek, dans, goocheltrukken, noem maar op, gekoppeld aan dit gebied. Je ziet nu wel ballonnen, maar misschien mag er iets met wegwijs dingetjes. Het is een beetje een opstapje. De eerste keer en dan volgend jaar... We moeten het nog uitbundiger. Wij stellen ons voor straat afgesloten, geen auto's, muziek op straat. Ja, mag nog groter. Zou je het leuk vinden als het volgend jaar weer is? Ja, ik vind het wel geslaagd. Voor herhaling van ja, zeker. Ik denk dat het een geslaagde dag is, ja. Ja. En het weer heeft zeker ook meegeholpen. Ik denk dat we gewoon nu maar moeten genieten van deze dag. Het is goed zo, het is goed. Het is mooi, het is mooi weer. De mensen hebben hard gewerkt om dit goed georganiseerd te krijgen. Het is zo goed. Tot volgende keer!